Goeiedag allemaal. U ziet al een beetje waar ik sta. Dit is onze brandweerpost in het centrum. En ik ben hier omdat zojuist de officiële receptie is geweest van 100 jaar brandweer en 50 jaar jeugdbrandweer in onze gemeente. En dat is een indrukwekkende periode. En ik mocht dat net ook even memoreren. De mensen staan nu in het zogenaamde Bruin Café voor een feest. Maar ik geef u een indruk hoe feestelijk het hier, ook zonder mensen, toch is ingericht. En ja, in die 100 jaar, en dat hoor ik ook van een aantal oud-gedienden, is er veel veranderd. Maar iets is niet veranderd en dat zijn onze brandweermensen. Mensen die op vrijwillige basis, maar zeker niet vrijblijvend, dit vak doen. En daarvoor ook sommige risico's nemen, hopelijk verantwoord, want het gaat om het redden van mensen en dieren. En dat is de kracht. En dat doen zij met passie, met professionaliteit en ook met betrokkenheid. Dat is mooi om te zien. Vandaar dat ik hier ben, om dat hen ook even terug te geven. Tot de volgende keer.